Nou, dit is Jan, onze gids. Dag Kees. Dag Jan. Dag Jan, prima. Dag. Hallo. Ik ga niet al jullie naam onthouden. Nee? Nee? Wacht hoor. Dat is tegengevallen. Dat is het eerste wat je moet doen. Laten we een naamkijtje doen. Dag Jan, ik ben Gerard. Je wil onthouden, hè? 120 meter hoog. Het is heel luguber, want er is maar hier en daar zo'n nare TL-lamp. Aan alle kanten legt hij. Je ziet overal van die witte kalkpuisten. Ze hebben aan de binnenkant kanaaltjes gemaakt om het water af te voeren. En in het midden is zo'n kopende roos. Met een draad op de richterkant. Dat is iemand die niet rekenen. Ik zou niet zo verdwijnt, maar iemand die dammen over de hele wereld gebouwd heeft, die zegt, daar hoef je niet op te rekenen. Ik kan je niet missen, want dat heb je nooit eerder gezien. Vanessa. Vanessa et Lilian. Ja. Ben je volgende keer van Lilian? Want hij had het niet. We zijn weer compleet, nee, er staat nog iemand. Ja, we moesten even een sepje scoren, Jan. Een sepje? Ja. Ik zag hem liggen aan de kant. Even uitrusten. Oh ja, 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 ja. Oké. Oké. Ik heb een band, hoor. Zag je een wild zijn dan? Ja, Pico ging er achteraan. Pico! Pico! Dit is onze eerste droom. Dit is even een icoontje droom. Ja. Dan moet je ook
Dag Wil. Dag Kees. Was het leuk? Het was heel leuk. Dat doe ik u wel, maar het beste komt nu volgens mij. Nou, vanaf wat de test is. Hallo, ik ben Gerard. Namen mag je vergeten. Hallo. Rens. Dag. Wil. Kijk, wat een mooi plekje hiervoor. Zo. Ja, leuk hè? Fantastisch. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen, Jan. Zo, jullie zijn met een hoofd. Ja, dat is een donderend geweld. Op het is een kwaadje fiets. Dat is een mooie dag.